2 voor half 10, nu kijkt live naar Oog in Oog. Met het rebelse uithangbord van de Nouveau Riche, agitator met grote invloed op het publieke debat, wil nu dat we tekenen voor een burgerinitiatief voor een parlementaire enquête naar de euro. Was hij nou juist niet voor exclusief stemrecht voor de rijke elite? Kapitalist in hart en nieren, vriend van de premier met warme gevoelens voor Marianne Thieme. Never grow up is een motto, hoewel de 50 gepasseerd Jort Kelder. Jort, goedenavond. Agitator? Agitator. Zei je dat? Dat zei ik. Wanneer was ik agitator? Dat heb je volgens mij zelf bedacht of iemand heeft dat voor je. Ik ben er ook trots op. Geuzetitel. Ja, toch? Dat burgerinitiatief naar die parlementaire enquête, is dat de meest recente qua jongensstreek? Nee, ik werd door Thierry Baudet, dokter Thierry Baudet, gevraagd of ik mee wilde tekenen. Hij had een opiniestuk geschreven en dat verbonden aan die oproep om er eens een keer een goede discussie over te voeren. Ja. En ik dacht, kijk, je kan van Thierry Baudet van alles vinden, je kan van de euro van alles vinden, maar ik vind op zichzelf dat een discussie over, denk ik, de belangrijkste economische beslissing van na de oorlog wordt genomen. Dus eindelijk een goed debat, dat zou wel plaats moeten hebben. Ja. Dus het is een serieus voorstel. Ik hoop het wel. Kijk, de vraag is of dat voorstel het haalt. Dat is natuurlijk discutabel, dat kan ik meteen zeggen. Je hebt 40.000 handtekeningen nodig, er zijn er 38.000. Voor een burgerinitiatief. Dan mag je dus in het parlement een soort motie indienen en er wordt over gedebatteerd. En dan horen ze je braaf aan. Overigens mag iedereen van 16 jaar en ouder met een brommerrijbewijs, niet gehinderd door enige kennis, een burgerinitiatief indienen. Ja, je had het net over het stemrecht toch wat anders zou moeten. Ja. Nou ja, wie zei ooit, mensen die zich niet verdiepen in de wereld, geen kranten lezen, of op zichzelf zich niet verdiepen in wat dan ook, hebben net zoveel stemrecht als een hoogleraar of een topbestuurder. Het gevolg is dat op basis van ressentimenten van het gepeupel besluiten tegen de elite worden genomen. Ja. Ja, nee, kijk, dat burgerinstituut. Wie zei dat? Dat zei ik en daar sta ik volledig achter. En nou, is het een argument dat bedoeld is voor het gepeupel in jouw ogen? Nee, zeker niet. Kijk, ik denk dat mensen die zich verdiepen in die hele eurodiscussie, die dat pamflet lezen, die dat pamflet wat wij hebben geschreven lezen, gemiddeld gesproken vrij geïnformeerde mensen zijn. Geïnteresseerde mensen, betrokken burgers. Daar gaat het meteen mee gooien. Daar gaat het euro even gelijk. Ik pak het even op. Je mag het weggooien, maar doe het niet. Nee, ga je gang. Ik pak het op. Maar ik denk dat mensen die bewust op zo'n burgerinitiatief intekenen, zich er wel in willen verdiepen. Ja, dat zijn geen luie mensen die vergeten te gaan stemmen. Wat wil je in godsnaam horen in een parlementaire enquête wat we nog niet weten? Ik denk dat we nog heel veel niet weten. Zoals? Vooral als je het hele verhaal als geheel ziet. Hoe zijn we die euro ingegaan? Ja. Die discussie die begint natuurlijk eigenlijk ongeveer met de oprichting van de EG. Maar dan later, laten we zeggen in de jaren 80, versnelt dat. De Duitse eenwording is daar de basis van. Ja. De Fransen zeggen, oké, we moeten Duitsland inkapselen. De Duitsers krijgen Oost-Duitsland erbij op voorwaarde dat ze de D-mark als blok. Anders worden ze te sterk, te machtig. Daar is heel veel voor te zeggen. Maar daar is ook wel heel veel over geschreven. Ja, daar is ook documentaires van gemaakt, boeken over volgeschreven. Een aantal ligt hier op tafel. Maar het is het laatste moment dat, of er een boek geschreven wordt, is prima. Maar het is het laatste moment dat de politici die daar verantwoordelijk voor zijn geweest, Lubbers, Kok later, Bolkestein, Zalm, die hele klasse van de jaren 80 en 90, dat we die nu Kok zeker, dat we die nu naar het parlement kunnen halen en kunnen zeggen, hoe ging het nou precies? Want we willen toch snappen hoe we zo'n fatale fout ooit hebben kunnen maken. Maar zij zien dat niet als een fatale fout. En zij zeggen, dat hebben ze in interview na interview en ook in boeken en in documentaires gezegd, precies hoe het gegaan is. Namelijk, zoals jij zegt, Helmut Kohl wilde één Duitsland. François Mitterrand, de Franse president, zei prima, maar dan moet Duitsland niet te machtig worden in Europa. Dus moeten we de euro, moeten ze afstand doen van de D-mark. En dan kun je twee dingen in een tijd doen. Dat Europa uit een economisch dal kwam, toen de Koude Oorlog op zijn einde liep. Dat weten we toch allemaal? Maar dan, Sven, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, we beginnen met een monetaire unie en dan hebben we ook een politieke unie. Dus dan heb je eigenlijk één machtscentrum, bijvoorbeeld in Brussel, en die beslissen over het economisch fiscale beleid. Maar dat wilden ze ook. Ja, maar is niet gebeurd. Nee, omdat de Fransen daar zijn voorgaan. En als je hem dan toch tegen beter weten eigenlijk voortzet en hem invoert en er ook landen bij toelaat. Griekenland is natuurlijk het meest pregnante voorbeeld, maar er zijn er meer. Ja. Als je dat soort landen toelaat en dan nu, 15 jaar later, na de toelating van Griekenland, voor een moment staat dat je eigenlijk zegt, en niet als je met politici in Den Haag praat, waarvan de helft echt niet snapt waar ze het over hebben, maar als je kijkt naar, wie bedoel je dan? Nee, gewoon politici, gewoon parlementariërs die echt geen flauw benul hebben van de economische verhouding, hoe het met kredietverlening zit, hoe het met die hele euro. Nou, toch de financieel woordvoerders van fracties wel mag je aannemen. Ik mag het hopen, maar soms. En het kabinet toch wel mag je aannemen. Ik mag het hopen, maar soms betwijfel je dat. Nou ja, je kent de rug nummer 1 van het kabinet. Heeft hij er geen verstand van dan? Dat zei ik niet. Ik denk niet dat iedereen helemaal snapt wat de consequenties zullen zijn. Wat er nu aan het gebeuren is, is
dat je eigenlijk een desintegratie van die euro ziet. Dat duurt nog een aantal jaar. Dat kan misschien 15 jaar duren. Maar die euro, die eurozone, zit inherent zwak in elkaar. En dat komt omdat er een zuidelijk blok is van landen waar eigenlijk een andere publieke moraal, een andere betalingsmoraal, een andere manier van boekhouden, maar ook een andere concurrentiepositie, vooral een economie die niet kan concurreren, ja, bij dat noordelijk blok. Dat zal, nee maar Sven, luister even, ja, dat zal dus nooit gaan werken. En ik kijk even dit. Laten we even rustig. Nee. Want je kan over de euro nooit een normaal gesprek voeren, want je kijkt meteen alsof ik ergens heel erg tegen ben. Ik zeg alleen, laten we nou eens beginnen. Want je kan zeggen, er is niks aan de hand. Ik dacht dat Griekenland en de hele eurodiscussie ons redelijk van het werk houdt op het moment. Maar laten we nou eerst eens kijken hoe dat ontstaan is. Dan weten we waarom die euro daar is. En dan is natuurlijk de vraag, wat nu? Ja. Nou, daar ben ik eigenlijk. Maar dat is de volgende vraag. Kijk, je wil dus een parlementaire enquête. Jij zegt, we weten vast niet alles. Wat vermoed je dan dat we nog niet weten? Ik denk dat politici heel bewust gestuurd hebben op een munt waarvan ze wisten dat er geen politieke unie was. En eigenlijk Delors heeft er wel eens een uitspraak over gedaan en heeft gedacht van, weet je wat we doen? We voeren die munt vast in. Daar komen een aantal crises, financiële crises. En dan vanzelf, en dat lees je nu natuurlijk overal in de krant, zullen we gedwongen zijn om naar een federaal Europa te gaan. Ik denk dat er onder het kiezersvolk... Maar dat is ook geen geheim. Ik denk dat er onder het kiezersvolk, en ik hoef alleen maar te refereren aan het referendum van 10 jaar geleden, geen meerderheid is voor een federaal Europa op financieel gebied. Ik denk beste Jort, luister eens. Dit is allemaal begonnen bij het verdrag van Maastricht. Begin jaren 90. Ja. En toen dat verdrag in de Kamer kwam, is er 3 dagen over gedebatteerd. Ja. Over de ratificatie van dat verdrag. Maar niet over de consequenties. En 3/4... van de Nederlanders in die tijd was voor. Zeker, ik ook. En een overgrote deel van de Kamer was voor. Ja, ik heb jou in die jaren ook nooit horen roepen, pas op met die euro, nee, dit wordt de grootste bedreiging voor onze welvaart. Maar Sven, kijk, er zijn hele goede redenen om voor die euro te zijn geweest toen. Er zijn nog steeds redenen om voor de euro te zijn nu, om voor 1 munt. Ik wil geen oorlog, ik wil geen ruzie, ik wil dat we samenwerken met elkaar. Allemaal prima. Ja. Maar als je nu kijkt hoe die euro inherent zwak in elkaar zit, in feite door 2 economische blokken die niet met elkaar kunnen praten. En maar ook zeer ten nadele van Zuid-Europa, omdat ze niet kunnen concurreren, omdat ze hun munt niet meer kunnen laten bewegen. Maar is de crisis niet dat bezorgen? Is heel slecht voor. Oh nee, in het geheel niet. Het ergste moet nog komen. Hoezo moet het ergste nog komen? Nou, kijk, we zitten nu in een Grieks crisis. Ergens in de komende maanden kun je dus een faillissement van Griekenland krijgen. Ik denk dat het niet zo ver komt, omdat ze het niet zo ver zullen laten komen. Nee. Dat betekent dat iemand dat bonnetje gaat betalen. Ja. Ja? Ja, of, ja. Of hoeveel is dat dan, Sven? Of schulden op de langere termijn. Hoeveel wordt dat? Zeg even. Nou, er is een Europees noodfonds in het leven geroepen. Hoeveel staat erin? Daar staat, ik geloof, 2000 miljard uiteindelijk in. Oké, okay, 700 miljard nu dus? Ja, nu, maar uiteindelijk moet het groter hoeveel worden. Hoeveel gaat Nederland eraan bijdragen? Ik geloof 5%. Ja, 6,7%. Ja, ja. Dus, maar de vraag is of... Nee, 5,7 nee, uiteindelijk. De vraag is of we het allemaal gaan betalen. Nee, want je kunt een deel van de schulden afboeken zoals gebeurd is. Een deel van de schulden worden op de langere termijn uitgerold. Ja. Waardoor je niet extra hoeft te lenen of geen extra lening hoeft te verstrekken. Ja. Dan blijft je balans hetzelfde, blijft de Nederlandse staatsschuld hetzelfde. Dat is precies hoe ze nu de crisis oplossen. Maar dan bel jij je bank op en dan zeg je, weet je wat, ik heb het een beetje moeilijk, ik zit ook een beetje moeilijk met mijn vrouw. Ik betaal de komende 20 jaar even geen rente meer. Denk je dat er dan geen verliezer is? Ergens moet je afboeken. Ja, maar het is Wat ze nu doen, nee, maar luister even, je bent zo onrustig. Helemaal niet. Wil je een monoloog houden? Ja. De bedoeling van dit programma is dat ik ook af en toe een vraag stel. Het zou ook heel goed zijn als mensen gewoon even luisteren dan. Kijk, ja? Ik luister naar je. Wat er aan de hand is, Sven, en ik heb het hier in de grafiek staan, er is een schuldpositie in Europa, en dat is niet alleen Griekenland. Griekenland is 2% van de eurozone. Ja. Er is een schuldpositie in Europa, die loopt richting de 30.000 miljard. Als je gaat inschatten, hè, al die eurozone-landen, als je gaat inschatten wat er uiteindelijk waarschijnlijk niet terugbetaald gaat worden, dan komt dat ergens tussen de 2.500 miljard en de waarschijnlijk 8.000 miljard. Dat zijn bedragen, en daarom kan je er nooit over praten op televisie. Ze zijn zo groot dat niemand het nog snapt. Denk, nou, laat maar zitten. Als de hemel naar beneden komt, krijgen we een blauwe hoed. Dat moet ergens afgeboekt worden. En wie gaat dat bonnetje betalen? Uiteraard mensen met spaargeld, die nu al iedere dag de prijs betalen omdat ze geen rente meer krijgen en wel spaarbelasting betalen. Ja. En dat bonnetje gaat ergens betaald worden. En wat ik wil, is dat we nu eindelijk eens een keer stoppen met dat hele voor, tegen, PVV, SP versus D66. Allemaal onzin discussies. Er is een ongelooflijk financieel probleem. En iedereen die ik spreek in de financiële wereld
En mensen op zeer hoog niveau zeggen, luister, wat je in dat pamflet, in het euro-evangelie hebt geschreven, is waar, waarschijnlijk. En ook bij Nederlandse banken is het de waarheid nog veel ernstiger. Ja. En we moeten daar een keer over praten. Alleen we kunnen het probleem op korte termijn niet op. Maar goed, ik heb ook rondgebeld langs mensen, hoogleraren, ook mensen die bij de Nederlandse bank hebben gewerkt. Die hebben het ook gelezen. En die zeggen, dat hele doemscenario is onzinnig. Want zover zal het niet komen. Dan wil ik want wel eens weten wie je gesproken. Want de praktijk, ja, dat wil ik dan van jou ook wel eens weten. Ik heb Harold Benning gesproken, ik heb Lex Hoogduin gesproken. Oh ja, die hebben wij toevallig vanmiddag ook nog gesproken. Ja. Daar zit nog wel wat licht tussen, hoor. Ja. Maar kijk, die schuldposities kun je niet ontkennen. En er is ook een theorie natuurlijk, en meer dan theorie, praktijk. Kijk, landen kunnen failliet gaan. Kan gebeuren. Sommige landen laten dat gebeuren. Frankrijk vaak failliet gegaan, Griekenland heel vaak failliet gegaan. Als je naar de schuldpositie niet alleen van Griekenland kijkt, maar bijvoorbeeld van Italië, richting de 140%, ja, zo'n 2300 miljard inmiddels. Ja. Maar er is als toch niemand die dat kijkt, bedrag in één keer gaat opeisen? Ja, maar daar zit Sven, het probleem. Sven, hou nou op. Je kunt dat bedrag, je kunt natuurlijk wel zeggen, ik ga mijn hypotheek nooit meer afbetalen. Ik ga over 50 jaar aflossen. Een land, of een Europese Unie is geen huizenconsument die toevallig een hypotheek heeft bij een bank. Ja, maar terugbetalen. Maar we hebben toch bij Griekenland gezien hoe dat gaat. Een deel van de schulden wordt afgeboekt en een ander deel wordt op de langere termijn geschoven. Ja. Waardoor misschien de renteinkomsten op korte termijn iets teruglopen. Maar de teruglopen? Ja. Nul. Niet. Oké, dan is dat even zo. Niet. Nee, Sven, nee, zo is het. Nee, zo makkelijk kom je er echt niet meer weg. Er is een ongelooflijke schuldenbubbel. Niet alleen in Europa, ook in Amerika natuurlijk. Die bubbel die is met een normale economische groei die we nu verwachten, 1-2%. En je hebt 3 nodig om überhaupt uit je schulden te komen. Nou, dan heb je een paar landen. Griekenland is de ergste. Italië, groot probleem. Frankrijk op termijn, enorm probleem. Ja. Als al die schulden afbetaald moeten worden. Oké, dat vind ik goed. Maar dan moeten we ook eerlijk zijn met z'n allen. En dan gaan we naar de Kamer en dan gaan we zeggen, oké, we gaan Griekenland nu 200 miljard cadeau doen. Dat moeten we dan doen. Daar ben ik voor. Ja, ik ben daarvoor. Maar dat gebeurt toch al voor een deel? Nou, een deel van de schuldenlast is afgeboekt. De banken hebben een haircut genomen. Die hebben enige tientallen miljarden afgezet. Zeker. De banken. Ja. Maar nu moeten de politici dus zo stoer zijn dat ze naar de kamers gaan. Ja. En dan zeggen ze, luister, we zitten er vanaf. En weet je wat dat betekent, Sven? Nou. Dat mensen die nu zitten te kijken, die gewoon een pensioentje hebben, die niet meer de mogelijkheid hebben om het bij te verdienen. 1. Spaarbelasting betalen, B, geen rente meer krijgen en C, een gedeelte van het vermogen in een pensioenfonds kunnen afwaarderen. Ja, maar dat had ook dat wel is wat er gebeurt. Maar Jort, dat had ook en wel dat wordt ons niet verteld door de politiek. Dat had ook met een bankencrisis te maken, waar bankiers even naar de risico's hebben genomen. Die crisis in die euro heeft eigenlijk niks met de bankencrisis van doen. Ja, het heeft het versneld. Maar de crisis in de euro is gewoon de instabiliteit in de eurozone. Ik ben voor Europa, ik ben misschien zelfs wel voor één munt. Maar Sven, luister nou, het kan niet. Het werkt niet en het zal niet werken. Omdat, heel simpel, omdat de zuidelijke economieën. Neem Italië, want je kan het over Griekenland. Ja, nou, laten we Italië nemen. Italië heeft een betrekkelijk verouderde industrie, gelukkig nog wel industrie, hebben een verpauperde overheid, hebben een overheid die 200 miljard aan belastinginkomsten mist. Groeiprognose voor 2016, 1,3%. Ja. En dat ligt maar 3% punt onder dat van twee. En daarvoor 30 jaar geen enkele groei, stabiel. Dus laten we even gewoon naar de feiten kijken. Italië is een land dat eigenlijk al 20, 30 jaar stilstaat. Misschien gaan ze nu een beetje groeien. En dan moet je nog even kijken hoe je groeicijfers interpreteert en of je bijvoorbeeld rente en aflossing erbij gaat tellen enzovoort. Ja. Wil ik dan wel even zien, dat sommetje. Maar het zou kunnen dat Italië op zichzelf een beetje gaat groeien. Maar Italië kan nooit zijn prijzen verlagen, kan nooit concurreren omdat ze vastzit in de euro. Ja. Een Franse auto, een Renault, een Citroën, niemand rijdt in die rotzooi als het de prijs zou hebben van een Duitse auto. Dus het moet lager geprijsd worden. Jij daarom heeft de Franse auto-industrie heeft dus geen winst. Je hebt het ook over de moraal. Zo simpel is het. Je hebt het ook over de moraal. Maar laten we het nou eens over hebben landen. Hoe voordelig het zou zijn voor zuidelijke landen als ze een munt hebben. Misschien tijdelijk. Want er zijn economen die zeggen, de euro en de euro. Dat is een lastig verhaal. Ja. Ik ben ervoor, maar dat is een lastig verhaal. De UBS, Zwitserse bank, heeft uitgerekend wat het zou betekenen als een land als Duitsland, maar ook Nederland, dus de rijke Europese landen, uit de eurozone zou stappen en een eigen munt zou beginnen. Dat moeten we ook niet doen. Dat is 25% van je bruto nationaal product. Dat betekent in Nederland een verlies van 150 miljard euro. 6.000 tot 8.000 euro per maand voor iedere inwoner, van jong tot zuigeling. En dat is het eerste jaar. Ja. En het tweede jaar is het 3.500 tot 4.000 euro. We moeten er dus ook niet uit, Sven. We kunnen hiermee stoppen. Klaar. We gaan niet uit de euro. Nee, gaan er niet uit. Maar misschien moeten andere landen eruit. Waarom zouden wij uit de euro? We doen een parallel. Dan haal je Italië eruit. Wij hebben toevallig vrij veel export naar een aantal van die zuidelijke landen. Ja. Ja? Hoeveel? Nou, dan
Er wordt gezegd rond de 200 miljard. Ga je nu dat D66-sommetje? Nee, dat zijn cijfers van het VNO-NCW, van de jouw zeer geliefde ondernemers. Nou, we hebben een hoop export in Europa, gelukkig. De export binnen Europa is sinds de komst van de euro verviervoudigd. Ja, de export is sowieso verviervoudigd. Maar als je naar de toegevoegde, dat is allemaal wederdoorvoer. Dat komt binnen in Rotterdam, dat gaat door naar Duitsland. Ja. 60% daarvan. Ja. Als je kijkt naar het overschot op de lopende rekening, wat is eigenlijk de waarde van je export, wat je eraan verdient en wat je voor waarde je toevoegt, is ongeveer hetzelfde de laatste 20 jaar. Die euro maar al die ondernemers, die zijn toch niet gek? En die zijn hartstikke blij met de euro. Want die zitten niet meer met die wisselkoersen. Nee. Die hoeven geen verzekeringen meer af te sluiten. Nee. En het is toch een feit dat de export binnen Europa verviervoudigd is de afgelopen jaren. Sinds 1999. De invoering van de euro. Dat is weder doorvoer. Dat zijn handelstromen die toenemen. Dan hebben we toch aan verdiend, land, of niet? Als wij als land buitengewoon weinig aan verdienen. Ik geloof dat van de export uiteindelijk, als je kijkt, zo'n 28 miljard overhouden. Laten we het over de 60 denkt altijd alles wat je doorvoert, omzet, is winst. Maar ik hoop dat die mensen nooit directeur van een bedrijf worden, want dat gaat niet goed. Laten we het over de moraal hebben. Want daar stuit jij ook op. Dat wil zeggen, daar erger je aan. De belastingmoraal in het zuiden. Klopt. Zeer. En terecht, hè? Nou, is er vandaag in de NRC... Want we betalen te veel, maar we moeten wel betalen. In NRC Next een verhaal verschenen van een Griekse goudmijn. Letterlijke goudmijn. Die heeft een brievenbusfirma in Amsterdam. Ja. En die had eigenlijk belasting moeten betalen in Athene. Wat wij vinden dat de Grieken zouden moeten doen. Ja. Maar die sluizen geld door via Nederland naar Barbados. Ja. En dat doen ook een aantal Portugese bedrijven. En dan blijft er 1 miljard aan de Nederlandse strijkstok hangen. Weet je hoeveel zwart geld er hier omgaat en wordt witgewassen? Ik ben dat helemaal niet eens. 16,2 miljard heeft de Algemene Rekenkamer. Wie zijn wij nou om die mensen de les te leren over belastingnummer? Nou, die Grieken lachen zich rot als ze kijken naar de integriteitskwesties bij de jouw bekende VVD, de partij van jouw vriend. Sorry? De partij van mijn vriend. Luister. Is toch die toch niet? Nederland fiscaal paradijs. Dat is natuurlijk een punt. Dat wordt internationaal bediscussieerd. Er zijn heel veel andere fiscale paradijzen. Maar wij zijn buitengewoon goed, voornamelijk artikel 13, 14... deelnemingsvereisting fiscale eenheid. Daar zijn we geweldig in. Daar zijn we wereldtop in van voor de oorlog. Omdat wij het vermogen veilig wilden stellen voor de Duitsers. Een tiende van de totale wereldeconomie loopt via Nederland. Sven, ik zal het je sterker vertellen. De Buk-raket is vanaf de Zuidas afgeschoten op die MH17. Dat is wat bedoel je daar nou weer mee? Omdat het grootste Russische wapenconcern is gewoon fiscaal vriendelijk gevestigd op de Zuidas. Een schande. Wat mij betreft een schande, mag zo snel mogelijk stoppen. Jesse Klaver, uitstekend Kamerlid, heeft daar denk ik hele goede vragen over gesteld. Ja. Maar dat is een hele andere discussie. Kijk, het heeft met de belastingmoraal te maken. En het feit dat je zelf schrijft, als al die Italianen hun belastingkeurig betalen, dat ze zo van hun staatsschuld af zijn. De schatting is dat Italië ongeveer 200 miljard misloopt per jaar. Ik geloof Griekenland een miljard of 60. Dat zijn ongelofelijke bedragen. In Nederland wordt geschat dat wij ver in de 90% zitten van wat we eigenlijk zouden moeten betalen als je 100 zou moeten betalen. Ja. En ik ben daarvoor. Wij betalen echt te veel. We hebben een kabinet dat alle belastingen verhoogt. Dat zou lager moeten worden. Maar dat kan alleen lager worden als we ook gewoon een keer naar onze eigen huishouding gaan kijken. En als we bijvoorbeeld niet 12 miljard naar Griekenland sturen, Sven, dan zouden we dat kunnen gebruiken voor hele goede dingen. Voor onderwijs, voor belastingverlaging, voor betere zorg. Als we die 16 miljard aan zwart geld aanpakken, dan kunnen we dat ook. Nee, maar laten we nou even die discussie afmaken. Kijk, mijn stelling is, en ik denk dat ongelooflijk veel economen en zeker mensen op de financiële afdelingen bij grote financiële instellingen het met me eens zijn. Ja. Die schuldpositie van Europa, daar komen we niet uit. Dat kom je niet in 20 jaar uit, dat kom je nog niet in 50 jaar. Misschien. Dat gaat afgeboekt worden. Dat gaan al die bejaarde kijkers van de KRO, die binnenkort hun studioabonnement op moeten zeggen, omdat ze dat tientje niet meer kunnen betalen. Die gaan dat allemaal voelen. In de meeste gevallen ook nog niet. Maar... Nee, maar die gaan dat allemaal voelen. En ik vind dat onze politici, en daarom moeten wij een parlementaire enquête hebben, moeten daar gewoon voor naar het parlement komen om daar eens weer over te praten. Maar en dan? Omdat je dan kan zeggen, oké, hoe ver. Hoeveel garantstelling er van Nederland is? Gewoon voor de financiële shit, zal ik maar gewoon even zeggen van de landen die wij nu opkopen. De ECB zet de geldpers aan, koopt alle obligaties. We hebben een ESM, een fonds, totaal niet democratisch gecontroleerd, in Luxemburg. Ja. Daar staat zo'n 700 miljard. Ja. We staan al met over zo'n 200 miljard garant. En als je heel goed door de cijfertjes heen kijkt, staan we echt met een blanco cheque garant. Vind jij dat oké? Vind jij dat fair? Vind je dat normaal? Maar dan moet je het dan toch met de huidige minister van Financiën bespreken. Dat moet je dan toch met de huidige premier bespreken. Toch niet met de mensen die destijds de Monetaire Unie hebben opgericht. Maar vanuit hele andere gedachten. Ook nog vanuit geopolitieke idealen. Heel terecht. Ik snap dat. Ik bedoel, en nu speelt er ook dan weer een parlementaire dat enquête? We niet willen dat Poetin een haven in Griekenland krijgt. Ik snap al die dat de Duitsers die euro de hele tijd willen uitbreiden om maar dat Vierde Rijk daar te kunnen maken. Ik snap dat. Laat ze dat is natuurlijk een discussie. Duitsland wil gewoon zijn gebied aan het oosten uitbreiden.
Dat is allemaal begrijpelijk dat ze dat. Ze willen Moldavië erbij halen. Prima. Dus ze willen, omdat ze ongelooflijk bang zijn van Poetin, vice versa, ja, zitten ze op dat gebied natuurlijk, ja, naar de eurozone. Maar terug naar die parlementaire enquête. Wat wil je er dan mee bereiken? Wat je vaststelt is eerst, hoe kon het zo ver komen? Hoe kon die besluitvorming zo gaan dat we eindigen eigenlijk bij een punt waarin we in een munt zijn geparkeerd die niet werkt? Maar dat die weten ook niet we gaat al? Werken. Nee, dat weten we niet. Want voorlopig zijn nog een hele hoop partijen, in ieder geval de grote partijen die euro blind steunen en echt geen idee hebben wat er aan de hand is achterliggend. En als er een default komt, als er landen zijn, als er leningen niet terugbetaald kunnen worden, en dat moment komt onherroepelijk. Want je kunt niet, als je meer dan 90-100% van je BNP staatsschuld hebt zonder dat maar je 3% naar Ierland. Economische groei hebt, zonder dat je 3% economische groei hebt, kun je op termijn niet uit je schuld groeien. Dat is gewoon aangetoond. Dat kun je berekenen. Je komt er niet uit. En dus moet je afboeken. En dan is de discussie, wie gaat het bonnetje betalen? En dat gaan gewoon hardwerkende Nederlanders doen. Al die keurige KRO-leden, al die mensen die VVD stemden. En ik vind het misschien nog wel verdedigbaar als daarna die eurozone gaat functioneren. Maar dan moeten ze concurrerende economie hebben met goede prijzen en lonen. Die verhoudingen met Noord-Europa moeten goedkomen. En die ongelijkheid die blijft erin zitten. En als en dan die erin zit, moet je dus tegen de klippen op met allemaal noodmaatregelen van de staat. Ja, maar er is maar één manier om dat misschien te doen. Dat is een politieke unie. En daar is toevallig een groot deel van het electoraat, anders dan begin jaren 90, niet meer Sven, voor. Laten we nou eerlijk zijn. Ik wou dat deze. Kijk, ik ben het eigenlijk helemaal met D66 eens. Waar werden wij maar bestuurd door mensen als Koolmees en Pechtold? Wat een eminente politici, wat een goede mensen. De realiteit is dat niet de rest van Europa zo functioneert. En het is ook dus een culturele kloof. Ja, dus? Je kunt de Griekse, de Italiaanse politieke moraal niet in één keer naar deze eeuw krijgen. Dus? Het is gewoon een corrupt Maar we systeem. Zitten vast in die euro. Nee, we zitten helemaal niet vast. We kunnen daaruit, we kunnen daar gecontroleerd uit. Dat nee, want je hebt net die cijfers genoemd. Dat kost ons ongelooflijk veel geld. Ja, erin blijven kost ook veel geld, Sven. Ja, maar misschien nog wel meer als je eruit stapt. Nee. Om nog maar niet te spreken van de export. Want wat dacht je dat die landen doen als daar hun hele economie in elkaar sodemietert? Dat ze nog steeds onze tulpen, onze komkommers en onze kazen kopen? Dat is een reëel probleem. Dan zakt de hele export in elkaar en dan... Kijk, dan luister, is de prijs op termijn, zeggen al die deskundigen, is dan vele malen groot. Nee, maar Sven, luister nou. Je zult ik luister je zult met de ontvlechting met Griekenland, mocht die er komen, zul je het al zien, dat je gewoon gaat zeggen, oké, zij hebben een staatsschuld die is onbetaalbaar voor ze, komen ze niet uit, we gaan ze wat geld geven of we duwen het op de lange termijn, wat overigens veel laffer is, maar goed, oké. Dan win je weer tijd, dan win je weer een kabinetje. Ja. Maar uiteindelijk zullen ze dat geld natuurlijk op enige wijze kwijtgescholden krijgen. Ja. Ik vind het een openbare discussie waard, maar die wordt niet gevoerd. Ja, dat moet waar je toch met goed. We gaan er herhalen. Dat moet je. Natuurlijk moet. Maar daar heb je toch een zittende minister van Financiën. Ben je het met mij eens dat dit de grootste politieke economische beslissing is geweest van de afgelopen eeuw? Ja. Oké, is het misschien niet een keer zinnig om als wij parlementaire enquêtes hebben over, ja, we hebben wat verkeerde computersystemen gekocht voor een paar miljoen, we hebben eens een keer een tunneltje gebouwd, dat ging niet helemaal lekker. Ja. Dat we over een discussie die over honderden, misschien duizenden miljarden gaat, dat we daar eens een keer een heel gedegen debat over voeren. En ik zeg maar dat je nu, debat is meerdere malen gevoerd. Kijk, Sven, dat debat is eind jaren 90 ook er. Gevoerd. En dan moet je dat nu doen met de huidige minister van Financiën misschien. Nee, maar laat ze nu. Iedere parlementaire enquête is misschien goed, maar de vraag is, wat wil je mee bereiken? Ik vind het heel belangrijk dat in een breder gremium, niet zo'n hittepetit gesprek als dit, maar dat er gewoon een commissie komt die maandenlang bezig is, misschien jarenlang bezig is, waar het volk in mee kan kijken, waar een goed rapport komt, dat gedegen is, zo'n dik rapport, waar alle ins en outs staan. En je hebt, kijk, jij kan me helemaal niet betrappen op extremisme. Ik ben niet van de PVV. Ik ben helemaal niet van extremisme. Nee, maar ik ben dus eigenlijk voor, laten we nou eens historisch gaan vaststellen, wat gebeurde er, los van de boeken die er geschreven zijn. Ja. Kijken hoe we erin gekomen zijn. En kijken daarna, en dat is een politieke beslissing, hoe we er weer uitkomen. Ja. En ik voorspel je dat mensen kunnen naar peuro.nl om te stemmen. We hebben een paar stemmen nodig. Ja. Het debat komt er niet. Dat komt er niet, want de grote partijen hebben daar helemaal geen zin in. VVD wil het niet, want Salom en Bolkestein staan natuurlijk voor gek. Ja. Lubbers, dan zeg je tegen Mark Rutte, dat moet je wel maar doen. Maar het duurt. Wat zegt hij dan? Het komt. Kijk, het is niet aan hem als minister-president van dit kabinet om een euro ter discussie te stellen. Weet je wat er op de financiële markten gebeurt als hij dat zou doen? Dit is een proces. Er is maar één land die dat gaat beslissen. En dit komt. Duitsland. Duitsland heeft de sleutel. Ja. En op het moment dat ze nog meer van die ECB-acties zetten, waarbij ze de geldpers aangooien, dan zal je zien dat die Duitsers het op een gegeven moment zat zijn. Goed, er zijn 38.000 handtekeningen. Ben jij beschikbaar voor zo'n functie in zo'n commissie? Niet dat je in het parlement zit? In een parlementaire commissie. Ja, niet in een parlementaire commissie, maar in een externe commissie. Kijk, Sven, mijn rol is hier alleen dat iemand vraagt mij of ik vind dat goed is dat er een debat over gevoerd wordt. Ik vind het belangrijk dat het gebeurt. Je hebt ook wel eens gezegd, want je bent nu 50, het wordt misschien wel eens tijd dat ik me ergens aan ga verbinden. Er waren ooit plannen voor een politieke partij. Dat zei ik toen ik 40 werd. Ja.
Nou ja, we zijn 10 jaar verder. Het punt met nieuwe politieke partijen is dat Nou, hoeveel fracties hebben we nu? 16 in de Tweede Kamer. We moeten er niet meer hebben. Dat geloof ik niet. Dus als een paar verstandige mensen, links en rechts, alles door elkaar hier eens een keer over willen denken, zou ze denk ik het land, de natie en Europa een groot plezier. Als die parlementaire enquête er moet komen in uw ogen, dames en heren, dan kunt u daar nog voor stemmen. 38.000 handtekeningen zijn er nu binnen. En dan komt er dus een burgerinitiatief. Euro.nl, hè? Even zo. Jort, ik dank je wel voor je komst. En u thuis, dames en heren, dank voor het kijken. Volgende week een nieuwe gast in een nieuwe Oog in Oog. Hier volgt Nieuwsuur. Ik wens u nog een fijne avond. Goedenavond. Zijn er omstandigheden denkbaar dat u voorpleger van een moord zou zijn dan? Nee. Dus de advocaat praat onzin. Nee. U creëert geen banen, u vernietigt ze. U gaat ergens naartoe en ik vraag me af waar u naartoe gaat. Ja.